Een deel van de buitenmuur rond de luchtplaats van de voormalige gevangenis de Blokhuispoort in Leeuwarden is maandagmorgen spontaan naar beneden gevallen. Een heel enthousiaste agent besloot in de vroege morgenuren om direct maar een lint te spannen en daarmee werden 125 bedrijven gesloten. Ook onze studio was onbereikbaar. Johan de Jong van de gemeente Leeuwarden. Johan, de Blokhuispoort dicht, waarom? Nou, dat is uit voorzorg. Er is vannacht, zoals je daar kunt zien, een deel van de buitenmuur is ingestort. En we willen zeker weten dat er in ieder geval geen andere muur op instorten staan. Voor we de boel weer opengooien. Want het is, er zitten hier 125 bedrijven in, waaronder jullie zelf. En veiligheid voor alles. Maar het is een buitenmuur. Ja. De droom van elke inbreker die erachter zat. Maar er is toch voor de rest van het gebouw... Lijkt er niks aan de hand? Dat zou je wel zeggen. Ik heb de beslissing niet genomen. Ik weet wel dat er zometeen experts komen. En als die zeggen het is niet nodig, dan kunnen jullie er heel snel weer in. We staan hier allemaal buiten. Er zijn al schoolklassen naar huis gestuurd, heb ik begrepen. Dat is geen ramp voor die lui, denk ik. Ik denk voor de kinderen zeker niet. Maar het is gewoon even overmacht. We nemen geen risico's. En nou, we hopen is gewoon vanmiddag of anders morgenochtend gewoon de Blokhuispoort weer open. Na het bezoek van de inspecteurs werd de Blokhuispoort weer vrijgegeven. Nou, de conclusies zijn tweeledig. Aan de ene kant kan het gebouw waarin dus 125 bedrijfjes gevestigd zijn, die kan weer open. Want die staat niet in verbinding met de muur. En er is ook geen aanleiding om te denken dat gebouw op een of andere manier instabiel zou zijn. Dus het is weer geopend. Uit het technisch onderzoek kwam naar voren dat het nodig was om nog een deel van de muur weg te halen. Het gaat dan om een deel van de muur aan de Keizersgracht. Het laatste deel in de richting van de luchtplaats.